crazy mother. Voor mij is deeleconomie het fenomeen dat de consumenten elkaar tijdelijk toegang geven tot hun onbenutte goederen. Oké? Als je dat afzet tegen andere vormen van economie die zijn ontstaan, dan kan je deeleconomie eigenlijk heel goed onderscheiden van andere platformen die heel vaak worden geassocieerd met de deeleconomie, maar die volgens mij fundamenteel anders zijn. Want bij deeleconomie moet het gaan om consumenten onderling die elkaar tijdelijk toegang geven tot hun goederen. Als jij als consument iemand permanent toegang geeft tot jouw goederen, dan ben je bijvoorbeeld op marktplaats je spullen aan het verkopen. Ja, dus dat noem ik tweedehands economie. Als jij aan een andere consument niet een goed, maar een dienst verleent, dan ben je bezig in wat in Amerika on-demand of gig-economie wordt genoemd. Wat je ook wel de klusjes-economie zou kunnen noemen in mooi Nederlands. En als jij van een bedrijf iets huurt, dus tijdelijk toegang krijgt tot een goed, dan ben je bezig in wat milieukundigen noemen product-dienst-economie, zeg maar even de rental-economie. Dan huur jij iets wat in bezit is van een bedrijf. Nou, hiermee kan je heel mooi uitleggen dat Uber iets anders is dan BlaBlaCar. Want bij BlaBlaCar plant iemand een trip van A naar B en zijn er 3 stoelen leeg. En zolang die stoelen niet benut worden, is er sprake van onbenutte capaciteit. Als die persoon toegang geeft aan een andere persoon om plaats te nemen in zo'n stoel, dan is er sprake van deeleconomie. Ja? Als jij Uber taxi bestelt, dan creëer je capaciteit. Zonder jouw bestemming was dat ritje niet gemaakt. En ben jij dus een dienst aan het inkopen van een dienstverlener. Net zo goed als een reguliere taxichauffeur dat voor jou doet. Ja, dus in mijn ogen is Uber niks anders dan een taxibedrijf. Ook bij Airbnb, omdat we het daar vooral over hebben, kan je dit onderscheid goed gebruiken. Als jij een huis bezit waar jij normaal gesproken in woont en die af en toe onderhuurt omdat jij er even geen gebruik van maakt, je bent op vakantie, dan is er sprake van deeleconomie. Want als jij weg bent, is er onbenutte capaciteit. Als jij 2 huizen hebt en 1 huis verhuur jij permanent via Airbnb, ben je een hotel aan het runnen. Ben je als een bedrijf aan het opereren omdat jij je huis enkel als kapitaal moet inzetten en niet als je eigen consumptiegoed gebruikt. En dat is precies wat de gemeente heeft willen doen met die 60 dagen regel. De beroemde 60 dagen regel en ook niet meer dan 4 personen tegelijk. Een aantal andere regels. Door het tot 60 dagen of 90 of 30, dat maakt even niet zo heel veel uit, maar door het te beperken hou je het deeleconomie. Laat je het los, gaan mensen het gewoon permanent verhuren. Omdat er enorme vraag is naar tijdelijke woningen in Amsterdam. Je kan het ook vanuit de consument bekijken en bijvoorbeeld denken, ik heb een gaatje in mijn muur nodig om iets op te hangen. Nou, je kan een tweedehands boor kopen op Marktplaats, je kan een boor huren bij een bedrijf. Je kan iemand inhuren bijvoorbeeld via Werkspot om dat gaatje in de muur te boren. Of je kan van iemand anders een boor lenen of huren bijvoorbeeld via Pinky. In alle gevallen heb jij een oplossing voor het probleem en vermijd jij de aankoop van een eerstehands goed. En daarom zijn milieukundigen heel enthousiast over die deeleconomie, omdat zij denken dat we minder spullen hoeven te kopen als we allemaal gaan delen. Nou, hetzelfde met de auto, je wil van A naar B, je kan een tweedehands auto kopen, een auto huren bijvoorbeeld bij Greenwheels, een taxichauffeur inhuren of via Snapcar of MyWheels van iemand anders een auto huren. Oké, nu even heel snel wat dingen over deeleconomie. Is het iets nieuws? Nou, mijn definitie laat zien dat het niets nieuws is, omdat we vroeger ook al elkaar tijdelijk toegang gaven tot onze spullen. Maar dat deden we bijna uitsluitend binnen de kring van familie, vrienden, misschien buren. Mensen die je vertrouwde en mensen die je kende. En wat dus nieuw is, is dat wij het ook met vreemden gaan doen, stranger sharing. En dat doen we omdat die platformen dat voor ons mogelijk maken. Door ons te koppelen, hè? Via algoritmes kunnen we heel snel vinden wie iets te huur heeft wat wij willen. Maar ook door het vertrouwen te organiseren. Want bij een vreemde weet je niet of ze zijn te vertrouwen. Maar via reviews of verzekeringen of garantiefondsen ben jij toch
bereid in zee te gaan met een vreemde. Daarom groeit het zo snel, omdat we nu ook met vreemden gaan delen. Maar de praktijk van delen is van alle dag. Economen noemen dat transactiekosten gaan omlaag. Het wordt heel makkelijk om je spullen ook aan vreemden te huren. Daarom groeit het zo snel. Nou, kom ik gelijk bij Airbnb. Vroeger had je eigenlijk alleen maar een markt voor een paar dagen een hotelkamer huren. Of vanaf 6 maanden kon je naar een makelaar gaan en een woning huren. Als je ergens langer dan een week en korter dan 6 maanden wilde verblijven, was er eigenlijk geen markt. Er was geen markt. De short stay. En die is eigenlijk ontsloten door Airbnb. Oké, Airbnb wordt ook wel eens gebruikt voor 1 of 2 nachtjes. Maar het wordt vooral ook gebruikt voor 4, 5, 6 nachtjes of 2, 3, 4 weken. En dat is een nieuwe markt. En daarom moeten we Airbnb niet alleen maar zien als een vervanging van hotels. Maar het ontsluit eigenlijk ook een markt waar we op zaten te wachten. Maar die vanwege te hoge transactiekosten nog niet gestopt. Hoe zien mensen de toekomst van die deeleconomie? Want het begon allemaal heel leuk. En mensen kwamen met elkaar in contact, gingen kom gratis bij mij op de bank slapen, et cetera, et cetera. Maar het wordt steeds professioneler. En dat komt eigenlijk door deze ontwikkeling. Eerst werd alles geregeld peer-to-peer, maar nu gaat het platform steeds meer ontzorgen. Die gaat steeds meer voor jou regelen. Ja, ze gaan sowieso de betaling doen, ze verzekeringen, soms kunnen ze een sleuteldienst regelen, et cetera, et cetera. En dat wordt alleen maar sterker als alle spullen ook een chip krijgen, dat noem je internet en dingen. Want dan kan je eigenlijk alles wat je bezit gewoon op het web laten verhuren, zonder dat je het misschien zelfs erger hebt. En aan het einde van de week zie je wat je hebt verdiend. Er is ook een andere toekomst mogelijk, is dat grote bedrijven zich gaan bemoeien met die deeleconomie. En dat de platformen vol Peerbee, die nu nog peer-to-peer gebaseerd zijn, ook bedrijven gaan toelaten die hun spullen ook mogen gaan aanbieden via platform. Dus de oprichter van Peerbee heeft dat als mogelijke toekomst ook geschetst. En dan zullen ze waarschijnlijk selectief zijn, want ze zijn een duurzaam, ze streven duurzaamheid na, dus dan zouden ze alleen die bedrijven moeten toestaan hun spullen aan te bieden via hun platform als ze volgens de laatste duurzame principes zijn ontworpen en goed te delen zijn. Dus dat is misschien een wat positieve toekomst als je kijkt vanuit milieu. Nou, wat ik heb gedaan, dat staat ook online. Ik heb geprobeerd alle voor- en nadelen op een rij te zetten. En ik moet er meteen bij zetten, dat is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Waarom? Ik heb geen data waar ik onderzoek mee kan doen. Die data die zitten in die platformen. Die platformen geven die data niet aan de overheid, maar ook niet aan de wetenschap. Ja. Dus ik doe dat vooral theoretisch. Je wat je kan verwachten op basis van. Wat ik net probeerde uit te leggen, er is enorme welvaartswinst. Ja, want er is een hele nieuwe markt ontsloten, bijvoorbeeld bij Airbnb, om korte tijd ergens te verblijven. En er worden dus ook massaal gebruik van gemaakt. Dus die economische baten die zijn heel positief. Maar de baten zijn wel scheef verdeeld. Dus iedereen die meedoet in de deeleconomie, die profiteert. Lagere prijzen, extra opbrengst op je huis. Maar sommigen profiteren veel meer dan anderen. En met name mensen die een huis bezitten in een populaire stad, die kunnen tot 10.000 euro bijvoorbeeld per jaar bijverdienen. Natuurlijk ook de platformeigenaren zelf profiteren. En op lange termijn zou het ook zo kunnen zijn dat de mensen die nu meedoen in de deeleconomie en hele mooie reviews opbouwen, een reputatie opbouwen, steeds meer geld gaan verdienen in die deeleconomie. Maar als je heel laat instapt, en dat zijn vaak al de zwakkeren in de samenleving, mensen die internet nieuw vinden, die niet goed kunnen schrijven, die zichzelf niet kunnen presenteren, die zullen moeite hebben om überhaupt nog een fatsoenlijke reputatie op te bouwen en echt geld te verdienen op die deeleconomie. Maar dat is langer termijn. Milieueffecten zijn positief, vooral bij autodelen, maar ze zijn eigenlijk kleiner dan gehoopt.
En zoals bij Airbnb zou het misschien per saldo negatief kunnen zijn, want je maakt eigenlijk toerisme veel goedkoper waar mensen meer vliegen. Dus er worden misschien minder hotels gebouwd, minder beton, dat is ook heel energieintensief, maar er wordt wel meer gevlogen. Wederom geen data, dus dit is natte vingerwerk. People. Nou, daarvan kan ik helemaal zeggen dat we daar heel weinig van weten. Maar natuurlijk is er iets positiefs aan de hand dat heel veel mensen, strangers, met elkaar contact maken. Anders hadden ze nooit een zinvolle relatie opgebouwd. En er kunnen allerlei interessante relaties uit ontstaan. Misbruik is heel laag in die deeleconomie. Maar er zijn andere dingen aan de hand. Filosofen zoals Schnitzel, spreek ik geloof ik uit, is een Nederlands filosoof, die heeft het digitale proletariaat geschreven. Die zei, ja, we economiseren eigenlijk ons privéleven. Alles wat wij bezitten als consument, wat gebeurt in ons huis. Daar deden we vroeger heel informeel, gingen we daarmee om. We lieten mensen wel slapen, we leenden dingen uit voor niets. En nu gaan we steeds denken, hey, ik ga 3 dagen weg en het is Koninginnedag in Amsterdam. Zal ik mijn huis verhuren? Want ik kan €400-500 verdienen. Dus je hebt nu opportunity costs. Je kan nu ook geld verdienen met je spullen. Als je dat massaal gaat doen, ga je dus minder binnen de familie- en vriendenkring je spullen delen. Je kan ook zeggen, er is sprake van disciplinering. Iedereen beoordeelt elkaar via reviews. Nou, daar anticipeer je al op. Dus ga je sociaal gewenst gedrag vertonen. En minder authentieke gedrag vertonen. Ja, dus het is een soort vervlakking van hoe mensen zich gedragen. En discriminatie, dat is wel onderzocht. Dus mensen, bijvoorbeeld Afro-Amerikanen, die kunnen ongeveer 15% minder voor hetzelfde type huis, hetzelfde type locatie vragen als blanke Amerikanen. Er zijn ook andere vormen van discriminatie die nu worden onderzocht. Dus het is een heel geschakeerd beeld, maar als we het hebben over Airbnb, mijn inschatting is dat de hele omzet van de deeleconomie zit 89% in huizen delen. En Airbnb is veruit het grootste platform. Dus als we het hebben over die baten, maar ook de scheve verdeling daarvan, dan hebben we het vooral over Airbnb. Al die andere dingen die we deden, was allemaal klein hier. Ook van een auto delen hoor je niet echt. Nou, wat is er nu aan de hand? We hebben een hele snelle opkomst gehad van die deeleconomie. Het kon ook snel groeien, omdat het gebruik maakte van wat mensen al in het bezit hadden. Ze hoeven het alleen maar op internet aan te bieden. Dus dat kan heel snel groeien, veel sneller dan andere innovaties. Het duurt vaak 30, 40 jaar voordat we bijvoorbeeld allemaal een zonnecel op ons dak hebben. Maar dit ging in een paar jaar. En de overheid moest wat doen, want er waren allerlei problemen, overlast. Er was sprake van oneerlijke concurrentie. En er zijn eigenlijk twee belangrijke cases geweest in Amsterdam, Uber Pop. Nou, dat hebben we met z'n allen verboden. De rechter heeft de eerste uitspraak over gedaan, toen heeft de politiek er nog een uitspraak over gedaan. En Uber heeft zich teruggetrokken en zit nu in een constructieve dialoog, zeggen ze zelf. En dat denk ik ook echt. Want ze hebben het wel voor elkaar gekregen dat de huidige wet wordt geëvalueerd in het licht van de nieuwe innovaties. En waarschijnlijk kunnen een aantal regeltjes verdwijnen. Kan het ook nog goedkoper worden om je als taxichauffeur aan te melden. En dan kunnen we allemaal voor een paar €100 een licentie aanvragen. En kunnen we allemaal part-time gaan taxiën. En dan heb je een legaal Ubermodel. Ja? Dus ik verwacht dat dat wel gaat komen. En dat ze even pas op de plaats maken. Maar dat ze binnenkort met het Uberpop-model gewoon weer terugkomen. En dan een legale variant. En dat is denk ik ook hoe het zou moeten in een democratische maatschappij. Bij Airbnb is het anders gegaan. Hè? Dat is niet verboden, hoewel je zou kunnen zeggen, ja, mensen die, je mag je huis niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruiken. Je kan zeggen, er is brandgevaar, dit en dit en dat. Maar de overheid heeft dus voor die 60 dagen regel gekozen. En Airbnb was er heel blij mee, omdat Amsterdam daarmee heeft gepionierd en eigenlijk een standaard heeft gezet hoe andere steden het kunnen doen. En dat is ook inderdaad gekopieerd. En zelfs de Europese Vereniging voor Hoteleigenaren, die heeft een document geschreven waarin ze eindigen door te zeggen, nou, misschien moeten we in Europa gewoon de Amsterdamse regels gaan kopiëren. Ja. 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 Sorry, dat er straks aan de data niet gedeeld worden, ja. Met dat soort platforms. Hoe weet het met Amsterdam? Nou, dat is precies het probleem. Dus die regels die zijn heel logisch, alleen weten we niet hoeveel mensen zich daar aan houden. En Airbnb heeft zelfs al toegegeven dat 19% meer dan 60 dagen per jaar verhuurt. Andere schattingen
redelijk conservatieve schattingen gaan uit van 30-35%. Dus je kan er wel van uitgaan dat heel veel mensen heel veel geld zitten te verdienen en dus onze regels zitten te overtreden. Nou, en dat is eigenlijk dit plaatje. Nou, laat ik meteen eerst beginnen met dit plaatje. Wat er dus is gebeurd, is dat er een bedrijf is geweest die heeft een nieuwe dienst op de markt gebracht. Namelijk een website waarmee je transacties kan regelen om je eigen huis te verhuren. En dat noopte de overheid tot actie. Want dat ging zo snel, ze moesten iets doen. Nou, die 60 dagen regel. Daarna is eigenlijk pas het publieke debat ontstaan. Dat is eigenlijk bijvoorbeeld vandaag. Er zijn nog maar heel weinig goede discussies geweest over Airbnb. En de wetenschap, die hobbelt erachteraan. Want we hebben de data niet. Sowieso zijn we heel traag. Dat is mijn eigen ervaring. Nou, maar dit is wat ik noem een omgekeerde technology assessment. Een omgekeerde route van hoe wij normaal gesproken met nieuwe innovaties omgaan. Namelijk, zo. Als wij kijken naar nieuwe medicijnen, speelgoed, voedsel, dan gaan wij dat eerst wetenschappelijk onderzoeken. Dan willen we een publiek debat, dan gaan we stakeholders verzamelen. Dan willen we graag dat er ook in de kranten over wordt geschreven. Nou, de politici die nemen alles mee en die nemen een beslissing. En die geven dan het oké voor een nieuw product onder bepaalde voorwaarden om op de markt te worden gebracht. Nou, dit model had eigenlijk niet echt gevolgd kunnen worden bij Airbnb. Want geen enkele wetenschapper had kunnen voorzien wat er zou gebeuren met die deeleconomie. Ja. En ze hadden het zelf ook niet in de gaten. Het is ook begonnen eigenlijk als een grap. Als, dit is een conferentie. Laten we een website bouwen. Dit is traffic. Laten we volgende week naar die stad gaan, want daar is ook een conferentie. Waarom doen we het niet gewoon voor alle steden tegelijk? En toen, voor hun was het ook een ontdekkingstocht. Maar het probleem is, dus we hebben de route omgekeerd afgelegd. Maar het probleem is, nu weten we wel degelijk wat Airbnb betekent, wat de nadelen zijn, wat de voordelen zijn. We hebben regels opgesteld, maar we kunnen de cirkel niet rondmaken. De wetenschappers kunnen niet hun werk doen. Het publieke debat is eigenlijk een debat waar iedereen zit te gissen, iedereen zit dingen te roepen zonder cijfers, zonder duidelijke analyse, zonder duidelijke begrippen zelfs. Ja, en de politiek tast dus in het duister en maakt bijvoorbeeld geheime deals met Airbnb. En spreken zelfs af dat ze een jaar lang niet slecht over elkaar zullen spreken om de gemoederen te bedaren. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling voor een innovatiewetenschapper. Dat we dus in dat omgekeerde proces beland zijn. Is dat ook te sprake bij andere vormen van deeleconomie, dat het eigenlijk niet per definitie, nou, bij definitie het groot woord, maar dat bij Uber eigenlijk dezelfde situatie aan de hand is? Ja, dit is... Dat het altijd achter tevoren is. Ja, en bij Napster, zou je kunnen zeggen, was dit ook aan de gang, zelfs bij de introductie van de auto destijds. Werd de auto eerst geïntroduceerd, toen gingen we al die regels bedenken. Maar het verschil is dat het tempo waarin zich iets nu verspreidt en ook de aard van de problemen, de omvang van de problemen en ook de economische belangen zoveel groter zijn dan als je het vergelijkt met het verleden, dat de noodzaak ook des te groter is om nu die cirkel rond te maken. Maar je hebt gelijk, het is niet specifiek aan Airbnb. Maar misschien juist een andere cirkel te maken, zodat je een andere manier moet kijken naar... Ja, de omgeving is anders, dus waarom zou je dan de oude formule gaan, of de oude weg bewandelen? Nou ja, dit is een ideaal beeld, hè, daar ben ik met je eens. Maar waar het om gaat is dat als er geen data beschikbaar komen waarop op basis waarvan de overheid kan handhaven, en op basis van waar wetenschappers hun werk kunnen doen, en niet één wetenschapper, wetenschappers moeten elkaars werk ook kunnen controleren, Dan blijft het eigenlijk powerplay ideologie. In Nederland hebben we in ieder geval niet die traditie. In Nederland hebben we meer een consensus traditie waarin je informatie niet verabsoluteert, hè, want dat is ook nooit puur objectief, maar wel probeert op basis van gezamenlijke informatie een constructieve dialoog aan te gaan. De informatie is eigenlijk het grootste gemis in het hele plaatje. Vind ik ook. Want wat is dan de reden vanuit die organisaties dat ze zeggen dat ze niet complete of... informatie willen delen met... Nou, ik denk, ze hebben een aantal argumenten. Privacy. Ze hebben het argument, het is ons kapitaal. Albert Heijn geeft zijn data ook niet vrij.
Maar het is natuurlijk ook hun troefkaart. Het is hun onderhandelingsmateriaal. En steeds geven ze wat meer. Ja. En ze gaan zelf ook handhaven. Dus toen bleek dat heel veel mensen misbruik maakten, gingen ze opeens 200 mensen van hun platform gooien. Zonder duidelijk aan te geven welke criteria ze hebben gevolgd. Maar om een beetje goede sier te maken. Dus het is een bedrijf. En zo moeten we het ook benaderen. En ze mogen best andere argumenten gebruiken, maar ik denk dat we niet naïef moeten zijn dat we belangen op het spel staan. Dus voor mij gaat het allemaal om data. Ja. Lopen wel rechtszaken op in New York en San Francisco. Ja, en bij Uber hebben wij dus ook onze eigen rechtszaak gehad. Daar was bijvoorbeeld het argument van Uber. Wij zijn helemaal geen taxibedrijf, wij zijn een technologiebedrijf. Ja, en dat is een soort, wij zijn Silicon Valley. En daar heeft de rechter van gezegd, nee, u bent een taxibedrijf, want u verdient per rit een bepaalde marge. Dat betekent dat u in de transportation business bent en we u als zodanig behandelen. Maar, dat zijn, ja, je belacht er nu op, maar dat zijn argumenten die heel veel mensen wel degelijk valide vinden. Het is niet aan mij om te zeggen het is het een of het ander, maar de rechter in ieder geval vindt het een taxibedrijf. Dus dit is mijn laatste slide. Dingen waar we het over kunnen hebben vandaag. Nou, heb ik al gehad. Het verdelingsvraagstuk, dus wie wordt hier heel veel rijker van? Dat zit vooral bij Airbnb, omdat daar grote bedragen om gaan. Is niet raar, want het is ook je duurste bezit. Kan je er ook het meeste mee verdienen. Wat ik nog niet heb genoemd is, als jij in de vrije sector huurt, dan zie jij je huren sneller omhoog gaan in wijken waar veel verhuurd wordt via Airbnb, dan in andere wijken, omdat jouw huiseigenaar gewoon zijn alternatieve opbrengsten zouden naar van hand hoger zijn, dus die gaat dat doorrekenen in de prijs. Nou, bij de verkoopprijs van huizen heeft ING er ook op gewezen dat wordt gedisconteerd. Dat is natuurlijk niet raar. En je hebt ook nog het feit dat hierdoor starters nog moeilijker een huis kunnen gaan kopen. Omdat die 10.000 euro per jaar, om het even grof te zeggen, zit al verdisconteerd in de waarde van het huis. Wat ik ook een hele interessante discussie vind, en dan gaan we het niet meer hebben over deeleconomie, maar over die on-demand-economie, is dat eigenlijk de economie van de ZZP'er is. Dus steeds meer ZZP'ers bieden hun diensten aan via een platform. Dat kan zijn Werkspot of een leer-onderwijsplatform of een taxiplatform, een schoonmaakplatform. En nou, dat is eigenlijk heel goed voor die ZZP'ers. Want ze hebben veel meer bereik en ze hebben collectieve marketing. Alle transacties worden automatisch afgehandeld. Ze hoeven geen administratie meer bij te houden. Allemaal schaalvoordelen. Maar er zitten ook nadelen aan, want ze gaan eigenlijk allemaal head-to-head concurreren. Terwijl ze daarvoor hadden ze misschien een eigen netwerkje van vaste klanten waar ze wat meer aan konden vragen. Ze worden ook beoordeeld. Hè. En het tweede nadeel is, ze worden eigenlijk afhankelijk van dat platform. Want als één platform heel groot wordt, zoals Uber in sommige steden meer dan de helft van de taxiritten verzorgt, ja, dan heb je eigenlijk dan word je afhankelijk van het platform en kunnen zij gaan spelen met de prijs. Ze kunnen jou ervan afgooien als jouw gedrag er niet aanstaat, etcetera. Dus je zou kunnen zeggen, de ZZP'er wordt een OZP'er, een onzelfstandige zonder personeel. Want hij wordt afhankelijk van het platform. En daarom is het een vraagstuk, moeten die ZZP'ers zich niet beter gaan organiseren? En ze kunnen zich nu ook eindelijk eens een keer gaan organiseren, omdat ze gemeenschappelijk aanspreekpunt hebben bij dat platform. Terwijl vroeger had je ook al heel veel ZZP'ers die heel weinig verdienen. Maar ze hadden eigenlijk niet een partij met wie ze dingen konden gaan regelen. Maar via dat platform zouden ze bijvoorbeeld sociale verzekering kunnen gaan afsluiten. Ze zouden inspraak kunnen eisen, maar ze mogen niet prijsafspraken maken. Zoals je dat doet in loonafspraken als werknemers, want dat is tegen de mededingingswet. Maar goed, dat gaat dus eigenlijk niet over deeleconomie, maar de gig-economie, maar wellicht komt het nog voorbij. Nou, ik heb met het Rathenau Instituut onder andere Air D&D, hier zien we een van de oprichters, steek even je hand op. We hebben vijf platformen onderzocht, dus Uber, Pop en Airbnb, maar ook Air D&D. Dus dan kan je een huiskamer, restaurant boeken. Helpling, daar kan je een schoonmaker inhuren.
En we hebben gekeken naar Snapcar. Nou, dat is de typische deeleconomie, autodelen. En, wat uit die, en we hebben ook gesprek gehad met zeg maar de bestaande sector, die wordt bedreigd. En overheden die iets moeten doen met de regulering. En wat een beetje de gemene deler is, is dat de vraag is, wat is nu eigenlijk privé? Wanneer is iets tussen mensen onderling? Ja, en misschien wordt er een vergoeding, een onkostenvergoeding betaald. Bijvoorbeeld Snapcar ziet die 30 euro per dag voor een auto eigenlijk als een onkostenvergoeding. Want je auto, je hebt afschrijving, onderhoud, dat moet betaald worden. Dus die zien dat eigenlijk ook niet als een economische activiteit. Maar en wanneer wordt iets een economische activiteit? Ja, ontstijgt het dat die privésfeer? En dat is eigenlijk het debat. En daarom zie je dat de Airbnb-oplossingen van 60 dagen in het jaar, bijvoorbeeld ook door Airbnb wordt voorgesteld, dat ze zeggen we willen niet meer dan één keer per week dat iemand zijn huis als restaurant. Dus het is, als je het zo beperkt, dan blijft het inderdaad ook privé en kan je er eigenlijk geen business van maken. Nou, daar hebben we het over gehad, het laatste puntje. Als die platformen dan zo evil zijn, want ze verdienen ook nog eens heel veel geld, en zonder echt heel veel voor je te doen, moeten we dan niet proberen met z'n allen alternatieve platformen op te richten via coöperaties, misschien zelfs dat we alles via algoritmes laten regelen. En er zijn wel een paar initiatieven, maar het is eigenlijk een vraag voor wetenschappers waarom er eigenlijk zo weinig van die pogingen zijn. Want de technologie is helemaal niet meer zo ingewikkeld. En er zijn duidelijke baten voor alle gebruikers. En dan zouden ze ook nog eens de data ter beschikking kunnen stellen aan wetenschappers en overheid. En dan hebben we op een andere manier het probleem opgelost. Dus er zijn alternatieve oplossingsrichtingen. Dus die data vraag aan Airbnb is één oplossingsrichting, maar het is niet per se de enige oplossingsrichting. Dus ik wil het hier even bij laten. Dankjewel.